mijn vriend, mijn moordenaar. Een hoorspel geschreven door Ray Shorey en vertaald door Loes Moraal. Regie, Hero Muller. Even, mam. Mijn handen zitten vol met meel. Nou, oké, nou, maar vast vertellen dat het niet voor mij is. Maar goed. Ik ga al. Hallo. Goedemorgen, mevrouw. Ik zou graag de heer David Rogers spreken. Is dat mogelijk? Ogenblikje, alstublieft. Het is voor David. Oh, nou, dan neem ik hem wel even. Ja. Hallo. Met mevrouw Rogers. En wie spreek ik? Ah, goedemorgen mevrouw Rogers. Mijn naam is Brad Farley. Ik ben een oude vriend van uw man uit Australië. Misschien heeft David het wel eens over me gehad. Ja, dat heeft hij zeker. Is David thuis? Nee, op het ogenblik niet. Hij is naar zijn werk. Kan ik de boodschap aannemen? Ja, graag. Zou u David willen zeggen dat ik heel blij was met zijn brief? Weet u, sinds ik in Engeland ben, loop ik me voortdurend af te vragen waar en hoe ik hem zou kunnen bereiken. Oh, nou, dat is ook toevallig. Dat vraagt David zich ook steeds af. Ja, ik bedoel, hoe hij u te pakken kan krijgen, bedoel ik, hè? Ja, hij zal het fijn vinden dat u gebeld heeft, meneer Farley. Ah. Hij maakte zich een beetje ongerust. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Nou, ik verzeker u, mevrouw Rogers, dat alles op een misverstand berust. Ik zou hem heel graag willen spreken om alles uit te leggen en de zaak echt uit de wereld te helpen. Oh, wanneer zouden we een afspraak kunnen maken, denkt u? Zaterdags, dan is hij altijd vrij. Schitterend. Nou, als we dan een afspraak maken bij mij thuis, dan kunnen we even bijpraten en de zaak vriendschappelijk regelen. Oh, fijn. Ik weet zeker dat David zaterdag graag zal komen, meneer Farley. Dat is dan geregeld. Ja. David heeft mijn adres. Oh, als u me nog even laat weten welke trein hij neemt, dan haal ik hem van het station. Oh, dat zal heel prettig zijn. David zal opgelucht zijn als hij hoort dat u gebeld heeft. Oh, dat is waar ook. Ja? Zegt u tegen David dat hij een kaartje neemt naar Haverton, hè? Niet naar Brackenbury. Oh. Daar komt ze zijn hier met werkzaamheden bezig. En als ik naar het station in Brackenbury zou moeten, dan moet ik een heel eind omrijden. Oh ja, Haverton. Nou, ik zal het hem zeggen, hoor. En laat hij niet vergeten om het te laten weten welke trein hij neemt. Ja, maar dan lijkt het me het beste dat u mij uw telefoonnummer geeft. Een telefoonnummer, ja. Ach nee, weet u, ik bel hem morgen zelf nog wel even op om te horen hoe laat hij aankomt. Oh ja, zoals u wil, meneer Farley. Leuk met u gesproken te hebben. Dag, mevrouw Rogers. Wie was dat? Dat was Brad Farley, man. Die vriend van David, die er in Australië vandoor is gegaan met ons deel van die enorme prijs die ze in Sydney samen in de loterij gewonnen hadden. Zo, zo. Ik had nooit gedacht dat hij nog eens op zou duiken. Je weet toch nog wel dat ik een tijdje geleden zijn naam opeens in de krant zag staan? In dat artikel over zijn vrouw, die actrice Rhoda Campbell. Ja, sinds we in Engeland terug zijn, was David al bezig die Brad op te sporen. En daar hadden we opeens zijn adres. Met grote dikke letters stond het in de krant. Zou die vent nou echt van plan zijn David zijn deel van die prijs te geven? Nou, ik denk niet dat hij gebeld zou hebben als hij het niet van plan was. Toen we dat adres hadden, heeft David hem meteen geschreven. Jij gaf David nog een postzegel en je spuugde erop, weet je nog wel? Dat bracht geluk, zei je. En je krijgt gelijk, man. We krijgen pond, we krijgen pond. Het was meer dan 60.000 pond. De helft ervan is voor David. Ja, natuurlijk Australische ponden, maar het is toch behoorlijk wat. Ik moet het zo gauw mogelijk aan David vertellen. Oh, die springt beslist een gat in de lucht. Die wordt helemaal gek. Zo, is de post al geweest? Ja. Iets leuks? Oh, een paar rekeningen. Ik zei iets leuks, lieverd. Een brief voor jou. Oh, leuk. Lief. Oh, hij is van Rhoda. Ik ben maar benieuwd wat ze nu weer wil. Kom, kan je nu niet een beetje aardiger over Rhoda denken? Het is tenslotte mijn zuster. Stiefzuster, Mary. Het zou een ramp zijn als je op de leek. Oh, ze nodigt me uit om een weekend bij haar en haar nieuwe Australische echtgenoot te komen logeren. Oh. Aanstaand weekend om precies te zijn. Oh, ze hebben een buitenhuis gekocht ergens achteraf in Sussex. Heel idyllisch. Schrijf ze tenminste. Nee, niet gezien, schat. Ach, jongen, jij bent niet eens uitgenodigd. Ze redt met geen woord over jou. Aan verzuim dat ik alleen maar kan toejuichen. Een weekend, zei je? Ja.
Ik dacht dat onze gevierde actrice Rhoda Campbell in een of ander stuk speelde. Niet in West End, maar wel ergens in Londen. Mm-hmm, klopt, in Wimbledon. Maar ze hoopt natuurlijk binnenkort in West End te spelen. Oh, ze stelt voor dat we samen zaterdag na de voorstelling de trein nemen. Haar man haalt ons dan van het station in een gat dat Brackenbury heet. En dan schrijft ze, we hebben dan de hele zondag om alle nieuwtjes uit te wisselen en lekker te roddelen. Nou, als je zin hebt om te gaan, dan ga je toch. Om je de waarheid te zeggen, ik heb geen zin. Nou, ga dan niet. Je hoeft toch niet? Wanneer heb je voor het laatst iets van haar gehoord? Moet maanden geleden zijn. Eind vorig jaar. Ja, een kaart met kerstmis. Nou, kijk eens aan. Dan mag jij toch wel eens een keertje nee durven zeggen. Ach, dat is zo onaardig. En ik wil die nieuwe echtgenoot van haar best eens ontmoeten. Misschien niet eens zo'n gek idee om naar dat gat in Surrey te gaan. Mm-mm. Ik heb toch het hele weekend dienst. Inspecteur Lewis ligt nog steeds in het ziekenhuis en we zitten met een enorme onderbezetting. Hè, anders zit je hier toch maar alleen. Oh, wat zeg je dat weer charmant. Jij weet best dat ik me geen seconde vervel als ik alleen ben. Nou, dan ga ik maar. Als ik vanavond terugkom, zijn we rijk. Oh, David. Ja, ik hoop het echt. Het lijkt me bijna te mooi om waar te zijn. Ah, niet zo pessimistisch, Sandra. Red zei toch dat alles op een misverstand berustte? Waar of niet? Ja, dat heeft hij wel gezegd, maar... Niks te maren. Red en ik deelden in Australië altijd onmiddellijk onze winst. Toen ik een paar jaar geleden die 100 pond in de loterij won, had hij nog dezelfde avond de helft ervan in zijn zak. Ja, maar waarom is hij hem dan naar Engeland gesmeerd? Zonder ons te vertellen dat hij 60.000 pond gewonnen had? Ach, hij had toen net die actrice ontmoet. Heeft hij zich misschien door dat laten meeslepen, weet ik veel. In ieder geval heeft hij meteen gebeld toen hij mijn brief kreeg. Hij zal me toch niet voor nop naar zijn huis laten komen? Nee, die wil schoon schip maken en mij mijn deel geven. Ik hoop dat je gelijk hebt, David. Ik weet dat ik gelijk heb. Hou op met dat gezanik. Lieverd, wil je me beloven dat je rustig blijft? Ook als die je een beetje onaangenaam doet? Soms schieten die vuisten van jou verdomd gauw uit. Ja, waarom zou ik in godsnaam mijn vuist uit laten schieten? Hey, houd toch op, meid. Hij zei toch tegen je dat alles op een misverstand berustte? Maar geef een antwoord, ja of nee? David... Word nou niet kwaad. Wat is er nou met de... Kijk in mijn zak. Hier, geen blaffer, geen mes, niks. Mocht Brad, zoals jij zo aardig zei, onaangenaam gaan doen, dan dreig ik met de politie en de pers. Op dat soort publiciteit zal hij niet gek zijn. Vooral niet omdat hij met die toneelspeelster, die Rhoda Campbell, getrouwd is. Ik denk dat zij dat niet zo leuk zou vinden. Ja, nee, je hebt gelijk. Maar wees wel voorzichtig, hè? Tuurlijk ben ik voorzichtig. Tot vanavond. Ik probeer vroeg thuis te zijn. Dan kunnen we nog ergens een borreltje gaan pikken om het te vieren. Goed? Nou, daar hou ik je aan. Gehaald. Ik had nooit gedacht dat het zou lukken, Mary. Ik dacht dat ik gek werd van al die stoplichten die allemaal net op rood sprongen. Overdrijf toch niet altijd zo, Rhoda? Maar ja, het was inderdaad op het nippertje. Nou, ik ben hard aan een drankje toe. We zullen nog even moeten wachten. Volgens mij is er in deze trein niets te krijgen. Oh, maar ik ben niet afhankelijk van onze onvolprezen spoorwegen. Nee, ik ben op alles voorbereid. Oh? Nou begrijp ik waarom je zo'n buitenmodel handtas mee zult. Ja. Hier, Mary, denk eens op. Oh. Lekker pakket. Nee, ik niet, dankjewel. Ik geef er niet om. Lieve hemel, zeg, doe niet zo tuttig. De tijd dat alleen de heren der schepping een borrel dronken is al lang voor mij. Nou goed, maar een klein beetje dan. Ja, een klein beetje dan. Heeft je geliefde echtgenoot de zeer hoge oomagent er bezwaar tegen dat je een glaasje drinkt? Nee, dat heeft hij niet. Nou. Geen enkele reden om het in zo kapot te doen, zeg. Proost, hè. Spreek dan ook niet altijd op zo'n hatelijk denigrerend toontje over Tom. Hatelijk en denigrerend, lieve. Help Mary, je bent ook niks gewend, zeg. Nou, hoe vind je de voorstelling vanavond, hè? Een beetje geluk staan we binnenkort in West End. Ja, we hebben schitterende kritieken. Nou, kan ik je dus feliciteren, Rhoda? Ja. En ik heb een hele goede kans op een hoofdrol in een nieuwe televisieserie. Zo? Ja, net zoiets als John Collins in Dynasty. Ja, van buiten ijs en van binnen gloeiend, weet je wel. Oh, ik hoop dat ze het niet krijgen. Woensdag over een week moet ik auditie doen. Nou, moet de duim dus maar voor me. Zeg, hoe vind je man dit eigenlijk allemaal? Brad, nou, die is natuurlijk wel te enthousiast over mijn carrière. Ik hoop echt dat je hem aardig gaat vinden. Hij is zo ontzettend lief. Echt niet te geloven. Niets is goed genoeg voor me. Tja, het was liefde op het eerste gezicht, weet je. Ik speelde ergens in de Australische Rimboe in een of andere haveloze loods, wat ze daar een theater noemden. Brad kwam me na de voorstelling complimenteren en...
Nou ja, dezelfde nacht belanden we samen in bed en waren binnen een maand getrouwd. Zo. Ja, en nu zitten we goddank in dat heerlijke groene Engeland. En we zijn nog steeds stapelverliefd. Wat fantastisch, hoor. Ja, bovendien is hij stinkend rijk. Vlak nadat we elkaar ontmoet hadden, kreeg hij opeens een massa geld ergens vandaan. Hij zei dat ik hem geluk had gebracht. Ja, het stuk klopte. Dat was hem het kwart opgeven, maar dat is niet erg hoor, kind. Ik was zo blij. Er is geen leven daar in die Rimbo. Dus wij zo gauw mogelijk terug naar Engeland, hè. Ja, wat doet Brett eigenlijk? Ja? Ik bedoel, wat voor beroep heeft hij? Oh, het klinkt stom vervelend, maar eigenlijk is hij accountant. Ja, sinds hij dat geld heeft, heeft hij nog niet naar een baan gezocht. Nog niet, tenminste. Oh god, ik geloof dat we er al zijn. Ja, we hebben zo gezellig zitten praten. De tijd is gewoon omgevlogen. Ik weet dat Brett op het volgende punt staat te wachten. Oh, vergeet je kopje niet, Mary. Nee, nee, dat is goed. Jezus, wat is het koud. Oh, waar is Brett nou? Nou, hier is hij in ieder geval niet. Misschien zit hij in de auto op ons te wachten. Kom, Mary, laten we een beetje doorlopen. Ja. Loop nog door. Ja, ik kom eraan. Krijg me nou. De auto staat er niet en dat begrijp ik niet. Misschien heeft hij onderweg een lekke band gekregen of zo. Het is een Hudson, schat. Die krijgen zelden zoiets veel gras als een lekke band. Dat neem me niet kwalijk. Nou ja, wat er ook aan de hand mag zijn. Brad had in ieder geval wel even het station kunnen bellen. Geen taxi te zien natuurlijk. Nooit is er hier zo'n taxi in dit godvergeten gat. Bent u niet mevrouw Kendall? Ja, inderdaad. Heel toevallig hoor ik wat u zei. Ik kom elke dag langs uw huis, dus als u mee wilt rijden, mijn auto staat daar. Oh, maar dat is fantastisch. Dank u, mevrouw. Frances Bridgman. Oh, wat vreselijk aardig van u, mevrouw Bridgman. Mijn man zou ons afhalen, maar het kan natuurlijk zijn dat hij nog onderweg is. Oh, in dat geval komen we hem beslist tegen. Ja, ja, natuurlijk. Oh, dit is mevrouw Telen. Prettig met uw kennis te maken, mevrouw Telen. Mijn auto staat daar. Zullen we dan maar? Ja. Ik begrijp niet wat er met Brett gebeurd is. Het is niks voor hem om mij zomaar te laten staan. Er is beslist een heel eenvoudige verklaring voor Rhoda. En we hebben toch geluk dat we een lift krijgen? Het is nog niet eens anderhalve kilometer van hier naar uw huis. Ik kan u voor de deur afzetten. Weet u dan waar ik woon? Natuurlijk weet ik waar u woont. In een klein dorp als dit is iedereen geïnteresseerd in nieuwkomers. En helemaal als het een bekende actrice is. Oh, u heeft me herkend. Ja, en ik heb u zien spelen ook. Ach. Ik vond het geweldig. Oh, dank u. Zo, we zijn er. Bedankt voor de lift. Ja, hartelijk bedankt. Ja. Goedenavond. Nou zeg. Brad had tenminste fatsoen kunnen hebben om het buitenlicht aan te doen. Hé, kijk nou. In de garage is het licht wel aan. Ik weet dat hij aan die rotauto zit te sleutelen en de tijd totaal vergeten is. Nou, weet je wat, Mary? Ga jij maar vast naar binnen. Dan zal ik hem wel eens even de waarheid gaan vertellen. Oké, tot zo. Oeh, hartstikke donker is het hier. Au, wat is dat nou weer? Een stoel, ik schrik me dood. Nee, nee. Zeg, snap je dat nou? Rhoda, nee. Geen spoor van Brad. Een auto is er ook niet. Nou, ik denk dat het is een Mary. Mary, wat is er? Je ziet eruit. Je moet blijven staan, Rhoda. Je kunt er niet naar binnen. Ja, wat is dat nou voor onzin? Ik kan niet naar binnen. Nee. Natuurlijk kan ik naar binnen. Vraag opzij. Rhoda, niet doen. We gaan er opzij, nee. Zeg ik. Brad! Oh, flauw gevallen. Water, waar moet ik nou water? Oh ja, ik zie het. Probeer dit te drinken. Ik zal je hoofd een beetje rechtop houden. Goed zo, goed zo. Ja. Oh god, Brad. Brad, help me opstaan, Mary. Nee. Ik moet naar hem toe. Nee. Rhoda, nee, raak hem niet aan. We kunnen niets meer voor hem doen. De politie moet dit onderzoeken. Wij mogen niks aanraken. Alles moet precies blijven zoals het is. De politie, maar... Ja, natuurlijk, schat. Dit is een moord. Moord? Ik ga meteen Tom. Tom? Ja, die weet wat er gedaan moet worden. Waar is de telefoon? De telefoon? Nee, ik ben... Ja, stil maar, ik vind het wel. Maar eerst breng ik jou hier vandaan naar de keuken. Kom op, heb je drank in huis? Ja, natuurlijk heeft ze dat. Ja, kom maar. Maar Brad, die daar ligt... Maar wij kunnen iets meer doen voor hem, hoor. Kom maar. Kom maar, rustig. Nou,
schenk jij nou even een borrel in, dan bel ik Tom. Oh ja, die telefoon was in de gang. Nou, ga hier maar zitten, hè? Ik ben zo terug. Zal ik toch zelf even een drankje voor ons inzetten? Nee, ik red me wel. Ga jij nou op, ja, hè? Ik ben zo terug. Ja. Kom op, Tom. Waar zit je nou? Taylor. Oh, Tom, eindelijk. Mary, ben jij het? Ja. Ik lag in bed. Ging er eens een keertje vroeg ja, in. Ja, Tom, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Hm? Brad, hij is vermoord. Brad? Ja. De man van Rhoda. Natuurlijk, de man van Rhoda. Maar nou, alsjeblieft, wakker. We zijn net aangekomen, hier in huis bedoel ik. Bert zou ons afhalen, maar hij stond niet op het station. En toen we hier naar binnen... Ja, rustig, man. Rustig, ik ben al onderweg. Hoe heet dat dorp ook weer? Brackenbury. Het witte huis in de Eikenlaan. Brackenbury. Heb je de plaatselijke politie al gebeld? Nee. Mijn eerste gedachte was, ik bel jou. Bel ze dan nu meteen, schat. Ik wil niet op lange tenen trappen. Brackenbury ligt buiten mijn district. Bel 309 maar. 309. Ja, ik zal het meteen doen. Ik kom zo gauw mogelijk. Ja. Oh, en raken jullie in godsnaam niks aan? Nee, natuurlijk niet. Politiebureau Brackenbury. Oh, ik wil een moord aangeven. Moord, mevrouw? Ja, het adres is Eikenlaan. Dat nummer weet ik niet. Dat witte huis. Mag ik uw naam even? Mevrouw Taylor. Mary Taylor. De vermoorde man is mijn zwager. Mevrouw Mary Taylor? Ja. We zijn zo spoedig mogelijk bij, mevrouw Taylor. Dank u. Nee, ik heb niet van trek in sterker drank. Koffie. Een lekkere kop sterke koffie. Dat zal jou ook goed doen, hoor. Ja. Gaat het een beetje? Ik begrijp het niet. Ik kan het niet begrijpen. Brad had geen vijanden. Wie kan het nou toch gedaan hebben? Maar zei jij nou net dat de auto niet in de garage stond? Ja, ja, de garage is leeg. Degene die Brad vermoord heeft, moet de auto meegenomen hebben. God, ik begrijp het niet. En dan al het bloed. Ik weet dat het moeilijk is, lieverd, maar probeer er nou even niet aan te denken. Ja, hoe kan ik daar nou niet aan denken? Het was Brad die daar lag in zijn gezicht. Zijn gezicht helemaal in elkaar geslagen. Oh God, nee. Wat is er toch gebeurd? Ik weet het niet, Rhoda. Maar de politie komt er zeker achter. Ja, wat heb ik daar nou aan? Brad krijg ik er niet mee terug. Hè? Hij is dood, vermoord. Hoe kan dat nou? En waarom? Ik wou dat ik iets kon zeggen of doen om je te helpen, maar... Hier, drink je koffie maar op. Oh! Oh. Nou, Mary Taylor? Ja. Ja. Inspecteur Flint. Dit zijn agent Morgan en dokter Ian Clough. Oh, komt u binnen. Dank u, mevrouw. Oh, dokter, het is daar in de huiskamer. Gaat u maar naar binnen. Dank u wel, mevrouw. En ik ga naar de keuken om van Farley, Rhoda Campbell. Rhoda Campbell? Ja, zo wil ze genoemd worden, is haar toneelnaam. Oh, juist, ja. Ik wil u en mevrouw Campbell straks nog wel een paar vragen stellen. Ja, dat begrijp ik. Oh, ja. Pardon? Ik denk dat het goed is dat u meteen weet dat de auto van meneer Farley niet in de garage staat. Zo. Kent u of mevrouw Farley misschien het kentekennummer? Nou, ja, ik weet het niet, maar ik zal er even vragen. Ja. Rhoda? Weet jij misschien toevallig het nummer van de auto? Ik kan het me niet herinneren. Ik moet het weten natuurlijk, maar... Nee, ik kon het niet herinneren. Geen idee. Het spijt me, inspecteur. Ze kan het zich op dit moment niet herinneren. Maar het is een zwarte Hudson. Daar rijden niet zoveel van rond. U heeft gelijk, mevrouw Taylor. Morgan, je hebt het gehoord. Bel het bureau en laat zo'n opsporingsbevel uitvaardigen. Komt er nou, de inspecteur. Waar is de telefoon? Je staat er vlak naast, man. Op dat tafeltje. Oh, mocht u me nodig hebben, inspecteur, ik ben in de keuken. Ja, dank u. En hoe staat het hier, dokter? Zo toegetakeld heb ik ze zelden gezien. Wie dit gedaan heeft, moet de arme donder net zo lang op zijn hoofd geslagen hebben tot hij dood was. Ja,
En hij heeft nog flink voor zijn leven gevochten, zo te zien. Alles ligt overhoop. Zal een aardige hoeveelheid vingerafdrukken opleveren. Ik heb het bureau gebeld en... Oh, nee. Morgan, als je over moet geven, gaat dan de tuin in. Nee, niks aan de hand, inspecteur. Alleen een beetje misselijk. Er zit groen, man. Geef een paar minuten de tuin in, kerel. Een frisse neus halen. En diep inademen. Dank u, dokter. Ik ga al. Ja, het is zijn eerste moordzaak. In dit deel van het land gebeurt er niet zoveel geweldmisdrijven. Mm-hmm. Tja, schedel verbrijzeld. Van het gezicht is niet veel meer over. De dader moet flink wat bloed op zijn kleren hebben. Het onvermijdelijke stompe voorwerp al gevonden? Nog niet. Enig idee hoe lang hij al dood is? De centrale verwarming is aan, dat maakt het allemaal een beetje moeilijker. Ja. Moet het lichaam eerst grondig onderzoeken. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat we die auto te pakken hebben. Hoe eerder, hoe beter. De Hudson. De arme kerel was zo trots op zijn wagen. Dat ding glom als een spiegel. Altijd was hij iemand schoonmaken, aan het oppoetsen. Ik denk dat ik maar eens een praatje ga maken met mevrouw Farley of mevrouw Campbell. Zo wil ze kennelijk genoemd worden. Haar toneelnaam. Ze schijnt actrice te zijn. Ik ben in de keuken als u me nodig heeft. Het spijt me dat ik u lastig moet vallen, dames. We weten dat het bij uw werk hoort, inspecteur. Ja, mijn stiefzuster, kijkt u zelf maar, ze is totaal van de kaart. Maar als ik u kan helpen... Heel vriendelijk van u, mevrouw Taylor. Ik weet dat meneer Farley Australiër is. Was. En dat hij nog niet zo lang geleden hier is komen wonen. Ja, weet u hoe lang hij al in Brackenbury woont? Oh, nou, dat weet ik niet zeker. Rhoda. Rhoda, luister even. Hoe lang wonen Brad en jij al in dit huis? Hoe lang? Ja. Dat moet... Dat is even kijken. Ja. Een jaar of zo, bijna een jaar. Aha. Mevrouw Farley, heeft uw man hier in dat jaar vrienden gemaakt? Vrienden? Ja, hier in het dorp. Had hij kennissen hier? Ja, ik denk het wel, maar hij had het erg druk. Hij bracht me altijd naar Londen voor mijn werk. Ja, maar toch kende je minstens één goed genoeg om hem op de borrel uit te nodigen. Heeft u enig idee wie dat geweest kan zijn? Nee, geen idee. Juist. Weet u dan misschien of hij vijanden had? Iemand die hem haatte? Nee, natuurlijk. Had hij geen vijanden. Brad niet. Hoe komt u daarbij, inspecteur? Ja, het spijt me als deze vragen u pijn doen of u onlogisch lijken. Maar ik moet ze echt stellen om erachter te komen wie voor deze misdaad verantwoordelijk is. Ja. U kent dus niemand die uw man misschien zou willen vermoorden? Dat heb ik toch al gezegd? Nee, ik... Weet u, mevrouw Farley... Mevrouw Campbell, graag. Ja, neemt u mij niet kwalijk, mevrouw Campbell... We proberen erachter te komen of er een motief is. Hè? En zo ja, wat dat motief is. Zoals de zaken er nu voor staan, ziet het eruit als een volkomen zinloze moord. Weet u al of er iets gestolen is? Ja, uw sieraad. Oh, ik weet het niet, geen idee. Maar ik betwijfel het. Dus u betwijfelt dat, mevrouw Campbell? Ja, ik bedoel, ik weet het niet. Ik voel gewoon dat mijn sieraden niet gestolen zijn. Aha. U bent nog niet in de slaapkamer geweest? Nee. Nou, dan zullen we daar toch even moeten gaan kijken, mevrouw. Ja, al die vragen. Ach, Mary, ja? Mijn juweelkistje staat op mijn toilettafel. Wil je het even naar beneden halen? Ja, ik wil er niks op zijn. Zo, mevrouw, is er in Australië misschien iemand die op de hoogte gesteld moet worden van de dood van uw man? Wij willen dat graag voor u doen. Nee, niemand. Wij hebben daar verder geen familie dus, of zo. Dus. Goed, het was maar... Hier is jullie lekkertje, Barbara. Geef mij. Het ziet er niet uit of er aan geknoeid is. Laat eens kijken. Nee, ik mis niets. Nee. Alles zit er nog in, dus... Heeft u soms geld in huis? Geld? Nee, heel weinig. Brad had altijd ongeveer 50... pond in zijn portefeuille. Praktisch alles wat we kochten betaalden met een cheque, begrijpt u? Aha, yes. Oh, dat zal mijn man zijn. Uw man, mevrouw Taylor? Ja, ik heb hem gebeld zodra ik mijn zwager gevonden had. Ja, natuurlijk, ja. Ja, op het ogenblik heb ik geen vragen meer voor u, mevrouw Campbell. Oh, ja. Oh,
Mary. Oh, ik ben zo blij dat je er bent. Schat, hoe is het met Rhoda? Gezien de omstandigheden eigenlijk nog goed. Een beetje in de war natuurlijk. Oh, dit is inspecteur Flint. Flint, Tom. Hier heb jij je dus al die jaren schuil gehouden. Hoe gaat het met je keel? Oh, ik weet het, super deluxe. Met jou ging het altijd super deluxe. Tom, is dat een verrassing? Ja. Maar ik heb je wel in de gaten gehouden. Hoofdcommissaris en dan nog wel in Londen. Ja, joh. Nou, dat is nou wat ik noem super deluxe met een sterretje. Ja, kom nou zeg. Dat zou jij voor geen geld van de wereld hebben willen worden. Je haat de grote steden. Echt een plattelandsjongetje, ja. Nog steeds. Mijn heren, hoe denken jullie over een kop koffie? Ja, heel goed, mevrouw Taylor. Dat u Toms vrouw bent, wat is de wereld toch klein. Even voorstellen, Tom. Mm-hmm. Dit is dokter Bancroft en agent Morgan. Hoofdcommissaris Taylor. Prettig kennis met u te maken. Ik denk wel dat ze uw hulp hier op prijs zullen stellen. Ja. Nog nieuws, dokter? Ik heb hier zijn portefeuille. Iets minder dan 50 pond. En mevrouw Farley mist niets uit haar juwelenkistje. Dus roof als motief kunnen we dus schrappen. Zijn we dus nog geen stap verder. Volgens zijn vrouw was de hele wereld onvriendelijk gezind. Nou, morgenochtend beginnen we dus maar met de buren. Het normale loopwerk, huis aan huis dezelfde vragen. Geen sporen van Braak? Volgens mevrouw Farley niet. Alleen de auto is weg. Farley had een zwarte Hudson. Het nummer is onbekend, maar het zal niet veel moeite kosten om hem te vinden. Hudsons zijn hier dun gezaaid. Ik heb een opsporingsbevel uit laten gaan. Mm-hmm. Zou het niet mogelijk zijn dat hij iemand een lift heeft gegeven? En die persoon gewoon gevraagd heeft binnen een borreltje met hem te drinken? Heb ik ook al aan gedacht. Morgen hebben we dat gauw genoeg uitgezocht, hoop ik. Ja, natuurlijk. Iemand moet ze dan toch samen gezien hebben, zou je denken. Mm. Nou, mensen, voor vandaag is het genoeg geweest. Morgen is er weer een dag. Het is 1:00 in de nacht, lieverd. Ik denk niet meer dat David nog thuis komt vanavond. Ga jij maar naar bed, man. Ik blijf liever hier. Ik kan toch niet slapen. Ach, hij zal wel bij die Australische vriend van me zijn blijven slapen. Ze waren tenslotte dikke vrienden, voordat die vent er met het geld vandoor ging. Ja, waarom heeft hij dan niet even gebeld? Brad Farley heeft telefoon. Ach, je weet toch hoe mannen zijn als ze elkaar zo lang niet gezien hebben. Ze zullen wel lekker doorgezakt zijn en slapen nu een roes uit. En jij had ook al lang onder de wol moeten liggen. Wil je me alsjeblieft alleen laten, mam? Ik blijf hier op hem wachten. En ga jij nou maar naar bed? Tuurlijk. Ga naar bed. En als David morgen hoort dat je de hele nacht bent opgebleven, lacht hij uit. Nou, ik lach niet. Ik heb meer de neiging om... Mam, het is toch niks voor David... Hij zei dat hij op tijd thuis zou zijn. Dat we nog gezellig ergens een borreltje zouden gaan drinken. Weet ik. Maar ik zei toch al, ze zijn natuurlijk doorgezakt. Een slokje op de goede afloop. Ik ben zo ongerust, mam. Er is iets fout. Goedemorgen, Tom. Morgen, schat. Mag je dat tegenzet? Lekker. Ja. Ik heb je helemaal niet meer opstaan. Ik ben er al een paar uur uit. Ik heb net het hoofdbureau gebeld om te zeggen dat ik vandaag niet kom. Hoe zou het met Rhoda zijn? Heb je haar al gezien? Ik wilde haar een kopje thee brengen, maar ze was nog voorkomen buiten Westen. Ja, ik heb haar maar laten slapen. Een dokter had haar een paar slaaptabletjes gegeven. Oh, wat een nacht. Ja, en vandaag gaat het hele huis op zijn kop. De jongens van de technische opsporingsdienst zijn al onderweg. Vingerafdrukken en een hele zante kraan. Precies. Zeg, het lijkt mij het beste dat jij vandaag met Rhoda naar Londen terug gaat, Mary. Ik denk wel dat ik dat met Flint kan regelen. Ja. Ja, het minste wat we voor haar kunnen doen is ze bij ons laten logeren tot alle ellende hier achter de rug is. Precies. En ze hield echt van hem, Tom. De hele reis hierheen heeft ze over hem gepraat. Beroerde geschiedenis. En op het eerste gezicht een volkomen zinloze moord. Dus
zullen we moeten gaan graven om te zien of er misschien toch een motief is. Tot nog toe alles voor niks, inspecteur. Geen hond schijnt die Farley te hebben gezien. Ja, ziet er niet best uit. Nou, hier komt dan onze laatste kans. Nummer 19, mevrouw Frances Bridgman. Goedemiddag, inspecteur. Ik vroeg me al af wanneer ik aan de beurt zou zijn. Komt u binnen. Dank u. U verwacht ons? Dit is een klein dorp, inspecteur. Maar komt u toch verder? Meer hoef ik u denk ik niet te zeggen. Gaat u toch zitten? Dank u. U ook, agent? Dank u. Dit is mijn broer, Frank Bridgman. Hoe maakt u het, inspecteur? Zit u de moordenaar al op de hielen of mag ik dat niet vragen? Oh, dat mag ik best vragen. Maar we zijn nog steeds met het onderzoek bezig. Ik hoop dat u allebei bereid bent een paar vragen te beantwoorden. Jazeker. Natuurlijk. Vuurt u ze maar af. Goed. Heeft u Brad Farley op zaterdag de 20e oktober gezien? Nee. Ik heb op die dag wel mevrouw Farley met nog een andere dame gezien. Ik heb ze een lift gegeven omdat meneer Farley niet bij het station stond om ze af te halen. Ik heb hem gezien, inspecteur. Werkelijk? Waar dan? Op het station in Heverton. In Heverton? Niet in Brackenbury? Nee, Heverton. Ik woon daar. Excuseert u me even? Ja. Vandaag ben ik hier bij mijn zuster op bezoek. Juist, ja. Gaat u door, meneer Bridgman. Zoals ik al zei, was ik op het station in Heverton om een vriend van mij af te halen. Hoe laat was dat? Dat kan ik u precies vertellen. De trein zou om 3:10 aankomen, maar hij had vertraging. Ik zag Farley op het parkeerterrein uit zijn Hudson stappen. We stonden samen op het perron op de trein te wachten. Ik probeerde voor de gezelligheid nog een praatje met hem aan te knopen, maar daar ging hij niet op in. En u bent er zeker van dat het Farley was? Heel zeker. Ik heb Farley vaak genoeg gezien in die Hudson. Nee, vergissing is uitgesloten. Nou, toen de trein eindelijk aankwam, stapten er maar 2 mensen uit. Mijn vriend en kennelijk een vriend van Farley. En kunt u hem beschrijven? Ja, het was een goed uitziende jonge vent. Een jaar of 30, zou ik zeggen. Hij had een licht Australisch accent. U hoorde ze dus samen praten? Nauwelijks, maar ik hoorde ze elkaar begroeten. En u kreeg de indruk dat ze elkaar goed kenden? Ja. Farley schudde hem heel hartelijk de hand en zei, fijn dat je er bent, David. David? U weet zeker dat hij David zei? Ja. En hij zei, die David bedoel ik, na je telefoontje heb ik natuurlijk alles opzij gezet en hier ben ik. Dat was het eigenlijk. Mijn vriend en ik liepen naar mijn autootje en zij liepen naar die Hudson. En u heeft ze beiden zien instappen? Nee, maar ze liepen er gezellig pratend heen, dus ik denk wel dat ze ook samen weggereden zijn. Mm-hmm. En na die tijd heeft u ze niet meer gezien? En de auto ook niet? Inderdaad, inspecteur. Mooi. Mijn hartelijk dank voor uw hulp, meneer Bridgman. Mocht ik u nog nodig hebben, dan neem ik contact met u op. En dan zal ik u even mijn adres geven. Dat is Hyacinthlaan 21, Heverton. Heb je dat morgen? Jawel, inspecteur. De thee is net gezet. Heeft u misschien zin in een kopje? Erg aardig van u, mevrouw Bridgman, maar we zitten een beetje krap in de tijd. Andere keer misschien. En bedankt dat u ons zo goed geholpen hebt. Ja, ik ga u even voor. Ja. Goedemiddag. 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 Goed gang. Dank u. Tot ziens, heren. Goedemiddag. Nou, morgen, wat zeg je mij daarvan? Ja. Ons eerste spoor. Ik begon net te twijfelen. Die David, hè, was kennelijk door Farley uitgenodigd. Is je dat opgevallen? Ik heb alles opgeschreven, inspecteur. 2 oude vrienden uit Australië ontmoeten elkaar. Zo te zien zeer vriendschappelijk en ze hebben elkaar veel te vertellen. Nou, daar kan ik je motief voor een moord in zien. Jij? Nee, nauwelijks, inspecteur. Wat zou volgens jou onze volgende stap moeten zijn? Ja, om de waarheid te zeggen, ik heb er nog niet over nagedacht. Ik wel, jongen, ik wel. In dit land schijnt niemand iets over die Farley te weten. Mm-hmm. Dus moeten we maar eens contact opnemen met Australië, waar hij vandaan komt. Ja, natuurlijk. Hij en die David. Zo, we gaan het druk krijgen, jongen. Zeer druk. Ik doe wel open, man. Goedemiddag, mevrouw Rogers. Ik ben inspecteur Flint. Dit is agent Morgan. Ja. Wat komt u doen? Wij zouden graag een man even willen spreken. David Rogers. Oh, hij is niet thuis. Oh, wanneer denkt u dat hij weer thuis is? Ik,
Ik weet het niet, inspecteur. Kunnen we misschien even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Komt u verder. Fijn, dank u. Gaat u verder, hoor. Dit is mijn moeder, inspecteur. Goedemiddag. Politie? Wat moet die hier? Alleen maar een paar vragen stellen, mevrouw. Meer niet. Mag ik wel zitten? Ja. Fijn, dank u. U zei dat uw man weg is. Enig idee wanneer hij terugkomt? Nee. Ik weet het niet. Maar u kunt me wel vertellen hoe laat hij wegging. Nee, ook niet. Ik kan het me niet herinneren. Maar waarom vraagt u dat allemaal? Wat is er aan de hand? U wil uw man een paar vragen stellen. Waarover? Kent uw man een zekere Brett Farley? Brett Farley? Ja, een Australiër. Ik weet het niet. Nee. Ik zou het echt niet weten, nee. Ik geloof niet dat u helemaal eerlijk tegen me bent, mevrouw Rogers. U zei dat u zich niet kunt herinneren hoe laat uw man is weggegaan. Wanneer heeft u uw man eigenlijk voor het laatst gezien? Dat herinner ik me niet. Echt niet. Was het soms op de 29e oktober? Dat was een zaterdag, nu 10 dagen geleden. En het was de dag waarop Brett Farley vermoord is. Ik geloof dat het verstandig is uw dochter iets te drinken te geven, mevrouw. Ze staat volgens mij op het punt om flauw te vallen. Geen wonder. De manier waarop u haar ondervraagt. Schande gewoon. Het spijt me, mevrouw. Ik doe alleen aan mijn werk. Ja, fijn soort werk. Ik kom eraan, Lucinda. Hier, liefie. Ja. Neem een klein slokje. Doe maar, zal je goed doen. Zo. Nou, inspecteur. Hoe dat ook heten mag. Als u nog meer vragen hebt, kunt u ze beter aan mij stellen. Mijn dochter is niet in staat om die poppenkast nog langer te verdragen. Ja. De laatste 10 nachten heeft het arme schaap geen oog dicht gedaan. Laat me, mam. Het gaat alweer. Dank u, mevrouw Rogers. Ik zal het kort proberen te maken. Wij weten dat uw man die dag de heer Farley ging opzoeken. Kunt u mij het doel van dat bezoek vertellen? Je kan me maar beter het hele verhaal vertellen, Sandra. Het heeft geen zin om er nog langer omheen te draaien. Heel goed advies, mevrouw, als ik het zeggen mag. U hoeft tegen mij niet aardig te doen. Ik denk alleen aan mijn dochter. Ik ook, mevrouw. Ik ook. Ja, dat zal wel. Ja, ik weet niet waar ik beginnen moet. Neemt u rustig de tijd. Morgen, schrijf je alles op? Ja, inspecteur. Ja. Alles begon eigenlijk bijna 1 jaar geleden. Toen we nog in Australië waren. Deze Brett Farley was David een hoop geld schuldig. Ja, mijn man en ik waren niet in Sydney toen het gebeurde. En toen we een paar weken later thuis kwamen, was Brett hem naar Engeland gesmeerd. Zonder een woord te zeggen over de prijs die hij gewonnen had. En zonder adres achter te laten. Natuurlijk was David woedend. We besloten naar Engeland te gaan en Brett te zoeken. Ik wilde toch al terug. Ik heb nooit kunnen wennen in Australië. Ik begrijp het. Maar hoe bent u achter meneer Farley's adres gekomen? Ik zag toevallig een artikel in de krant hier over zijn vrouw, Rhoda Campbell. En daar stond haar adres bij. Nou, David heeft Brett toen een brief geschreven en 3 dagen later belde hij. Brett Farley bedoel ik, hè? Ja. Nou, en hij vroeg David naar hem toe te komen. Oh, hij was zo aardig aan de telefoon. Zei dat het een misverstand was. En dat hij David graag alles wou uitleggen. Brett wilde het gesprek het liefst op een zaterdag. En dat spraken ze dus af. Op de 29e. Brett zou David van het station halen. In Brackenbury? Nee. Nou ben ik die naam van het dorp vergeten. Heffington. Dat was het, man, ja. Heffington, ja. Ja, nou, dat is echt alles wat ik weet, inspecteur. Ja, David zei dat hij beslist dezelfde avond naar huis zou komen om samen met mij een borreltje te gaan drinken op de goede afloop. Hier. Maar hij is nooit... Hier, neem mijn zakdoek, kind. U hebt nou genoeg vragen gesteld, inspecteur. En ze heeft u de waarheid verteld, dat zweer ik u. Ik geloof dat u nou echt beter weg kunt gaan. David heeft hem niet vermoord, inspecteur. Ik weet het zeker.
De krant schreef dat de moord gepleegd moet zijn door een onmens, een bruut. Nou, het is best mogelijk dat David zijn handen niet thuis heeft kunnen houden, hoor. Maar ik weet dat hij driftig is, maar een onmens, een bruut, nee. Zo is mijn David niet. Hij kan niet eens bloed zien. Ja. En hij heeft sinds die zaterdag niet geprobeerd contact met u op te nemen? Ook niet telefonisch? Geen stom woord hebben we van hem gehoord. Ik zeg van de week nog tegen Sandra. Ik zeg, meid, ga naar de bank en kijk of het geld soms op jullie rekening staat. Ja. Maar nee. Nee hoor, niks. Toch is hij naar Londen teruggekomen. Dat is onmogelijk. Als hij teruggekomen was, had hij mij dat huis wel op een of andere manier laten weten. Daar ben ik zeker van. Brett Farley had een auto. Een Hudson. Die auto is op de dag van de moord gestolen en de volgende dag teruggevonden bij Victoria Station. Dat kan David niet gedaan hebben. En waarom niet? Nou, omdat hij niet kan autorijden. Weet u dat zeker? Ja, tuurlijk weet ik dat zeker. Hij heeft van zijn leven nog nooit een auto bestuurd. Ja, hij is een beetje gezondheidsmaniak. Jogging en gezond eten en zo, weet u wel. En als hij niet aan het hardlopen is, nou, dan fietst hij. Hij zegt dat je in Londen met de fiets overal vlugger en gemakkelijker komt dan met de auto. Altijd sleutelt en poetst hij aan die fiets. Hij ziet er als nieuw uit, inspecteur. Willen we hem zien? Hij staat in de schuur. Ga eens kijken, Morgan. Ja, ik zal u wel even wijzen waar hij staat. U gelooft me toch wel, hè, inspecteur? Ik heb u echt de waarheid verteld. Ik geloof u, mevrouw Rogers. En dank u voor de informatie. Dat is net wat mevrouw Rogers zei, inspecteur. Die fiets ziet er picobello uit, als nieuw. En toch is het een tweedehandsie. Ja. Heeft hij zijn laatste spaargeld dan uitgegeven toen hij uit Australië kwam? Nou, ik geloof dat ik hier wel klaar ben. Ik dank u zeer, mevrouw Rogers. Ik dank u allebei. Oh, inspecteur. Ja? Weet u waar David is? Ja, ik heb alle ziekenhuizen al afgelopen. Ik dacht, misschien leidt hij aan geheugenverlies of zo. Ik heb zelfs een oproep in de krant gezet. In de Mirror. Hij leest altijd de Mirror. Op het ogenblik kan ik u dat nog niet zeggen, mevrouw Rogers. Maar zodra ik iets weet, hoort u van mij. Ben jij dat, Tom? Mag hopen dat jij zo laat op de avond niet een andere vent verwacht, of wel, Tom? Gek. Prettige dag gehad? Ach, gaat wel. Wil je ook iets drinken? Nee, dank je. Ik heb net koffie. Heerlijk om het huis weer voor ons alleen te hebben nu Roda weg is, hè? Ja, dat vind ik ook. Al klinkt het niet erg aardig tegenover Roda. Oh. Hey, ik begrijp alleen niet dat ze zo gauw alweer weg wilde. Na die afschuwelijke ervaring dacht ik dat ze voorlopig niet alleen zou willen zijn. Ja, inderdaad. Oh, dat zal wel voor jou zijn. Met andere woorden, sta jij maar op, toch? Nee, blijf zitten. Ik maak er maar een grapje. Meteen aan. Ik ben het, Tom. Ah, Flint, hoe gaat het ermee? Verder gekomen de zaak Farley? Ah, daar bel ik juist over. Ik zou graag eens met jou van gedachten wisselen over een paar interessante ontwikkelingen. Ik denk ook wel dat jij er benieuwd naar bent. Nou, reken maar. Wanneer heb je tijd? Nou, ik zit op het ogenblik in Londen. Als het je schikt, dan kan ik over een paar minuten bij je zijn. Prima. Flint. Oh, gaat hij eens? Nieuws over de zaak Farley. Kan ik er ogenblik hier zijn? Oh, Tom. Er schiet me opeens te binnen dat Roda vanmiddag gebeld heeft. Ze heeft die rol in een nieuwe tv-serie gekregen. Ze was in de wolken. Neem ik onmiddellijk aan. Mary, heb jij eigenlijk ook niet het gevoel dat ze niet erg onder de indruk is van de dood van haar man? Ik heb dat gevoel al een poosje. Ze heeft geen enkele voorstelling van het stuk waarin ze speelt overgeslagen. Dat vind ik vreemd. Vreemd? Harteloos zou ik zeggen. Ja, misschien wel. Ja, artiesten zijn een bepaald soort mensen. Wat er ook gebeurt, de show moest komen. Ach, flauwekul. Nee. De publiciteit rond de moord heeft ervoor gezorgd dat het theater avond aan avond uitverkocht is. Iedereen wil die arme, kleine, moedige vrouw die op zo'n vrede manier weduwe is geworden zien spelen. Het publiek heeft een heldin van haar gemaakt. En daarom slaat ze geen voorstelling over. Daar geniet ze van. Jezus, Tom, doe nou niet zo cynisch. Maar wat voor mij de deur totaal dicht deed, Mary, was dat de begrafenis van Farley een dag uitgesteld moest worden, omdat ze anders de auditie voor de tv-rol zou mislopen. Nou, ze heeft hem. Ik hoop dat ze tevreden is. Oh ja, daar kun je vergif op innemen. Als wij nou maar het motief voor de moord hadden. De portefeuille van Farley, daar is niks uitgehaald. Nee.
juwelen van Rhoda, niet aangeraakt. Waarom is die vermoord? Daar moet toch een reden voor zijn, maar welke? Nou ja, ik hoop dat Flint met iets goeds uit de bus komt. Dat zal hij zijn. Zet de radio even uit. Weet je. Ja. Hallo Tom. Zo, hoe is het met je vrouw? Prima, prima. We zitten op ons te wachten met de fles binnen handbereik. Ah. Ja, zo is het. Ga verder. Op, zo gaat u zitten. Heeft u al gegeten of wil ik iets? Nee, dank je. Ik heb al gegeten. Maar een drankje zal best smaken. Schenk maar een whisky voor hem in, Mary. Ik weet dat zijn lievelingsdrankje is. Okay. Buiten diensttijd natuurlijk. Ja. Nou, ik ben reuze benieuwd wat jij te vertellen hebt. Ja, ik wil met jou de zaak eens even op een rijtje zetten, Tom. Alleen zie je soms iets over het hoofd. Alsjeblieft. Dank u wel, mevrouw Teren. We zijn begonnen met het onoverkomelijke loopwerk. Huis in, huis uit, je kent dat. Ja, of ik het ken. Ja, vreemd genoeg schijnt Farley, hoewel hij er al bijna een jaar woonde, met praktisch niemand contact te hebben gehad. Hij leefde kennelijk als een kluizenaar. En toen, nota bene het laatste huis waar we aanbelden, een aanwijzing bij een mevrouw Bridgman. Oh, die ken ik. Oh. Zij heeft ons die zaterdagavond een lift gegeven. Dat klopt. Ja. Nou, om kort te gaan, haar broer was toevallig bij haar. Hij woont in Heverton, een dorp niet ver. En dat was het enige wat ik toen over die vreemdeling te weten ben gekomen. Het eerste echte spoor. En wat heb jij toen gedaan? Contact opgenomen met Australië natuurlijk. Mm-hmm. 2 dagen later kwam er een telex binnen van de politie in Sydney. Nou, maar daarin stond weer wel even een heel ander licht op meneer Farley. Hoezo? Kijk, om te beginnen was onze meneer Farley om de dode dood geen lievertje. Hij heeft daar gezeten. Wat? Ja. Veroordeeld voor roof en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Zo. 7 jaar achter de tralies. Overigens wel vermindering van straftijd wegens goed gedrag. Maar zou Rhoda dat geweten hebben? Ik vrees van wel, mevrouw. Stond er nog meer in dat dossier wat ze in Sydney van hem hebben? Oh ja. En veel daarvan heeft betrekking op deze zaak. Het schijnt zo te zijn geweest dat Farley en een jonge man, die David Rogers heet, al heel lang samenspeelden in de enorme loterij die ze in Australië hebben. Yeah. Om de beurt kochten ze de loten en alles wat ze wonnen, deelden ze. Farley won een tijdje geleden de hoofdprijs. Meer dan 60.000 pond. Ja, en smeerde hem meteen naar Engeland. David Rogers en zijn vrouw kwamen een paar weken later achter en besloten ook naar Engeland te gaan. Niet moeilijk te raden waarom. De helft van de 60.000 pond was van hen. En daar hebben we het motief. Precies. Mijn volgende stap was uit te zoeken of de man die Farley op het station in Heverton had ontmoet, soms toevallig David Rogers heette. Vanmiddag kwam ik erachter dat dat inderdaad het geval was. Hoe ben je daarachter gekomen? We hebben de vrouw van Rogers op kunnen sporen. Ze vertelde allerlei bijzonderheden die we al wisten. De ontmoeting op het station van Heverton bijvoorbeeld, die inderdaad plaats heeft gevonden, op verzoek van Farley. Maar na een beetje druk van mijn kant vertelde ze ook dingen die we nog niet wisten. Ze was heel open en eerlijk, maar wel overstuur en bang. Ze heeft de man sinds die zaterdag niet meer gezien. En jij geloofde haar? Jij zou haar ook geloofd hebben, Tom. Want toen ik haar zei dat de man toch contact met haar opgenomen moest hebben, toen hij in de Hudson naar Londen was gereden, zei ze volkomen rustig dat haar man geen rijbewijs had. Nee. Hij deed altijd alles op de fiets. Nee, ik heb geen enkele reden om haar niet te geloven. Ja. Het is natuurlijk nog in het duister tasten, maar kan er nog een derde persoon in het spel zijn? Dat weet ik niet. Maar die Hudson, die kwam wel heel gauw boven water. De volgende dag al. En we weten dat Farley die auto behandelde alsof het zijn kind was. Volgens mij was het de bedoeling dat die auto gevonden werd. Na de normale procedure door de jongens van de technische opsporingdienst stond hij binnen de kortste keren weer keurig bij mevrouw Farley in de garage. De vraag is dus, wie wilde dat de auto zo snel gevonden werd? U was de eerste die het lichaam gezien heeft, mevrouw Taylor? Ja.
Mevrouw Farley had u gevraagd vast naar binnen te gaan terwijl zij naar de garage ging. Zo was het toch? Ja, maar ik begrijp... U verwachtte Farley in de huiskamer te zien? Ja. Toen u een man op de grond zag liggen was, zelfs afgezien van het feit dat zijn gezicht onherkenbaar verminkt was, de voor de hand liggende conclusie, dit moet Farley zijn. Ja, jij denkt dat het... Rogers. Maar natuurlijk Rogers. Juist. Farley is geen seconde van plan geweest de gewonnen prijs met David te delen. Het bewijs daarvoor is dat hij met de Noorderzon vertrok zonder een adres achter te laten. Ja, ja. Ja, hier in Breckenbury duikt hij praktisch onder. Voor Rogers een bijna onmogelijke zaak om op te sporen. Door een stom toeval komt mevrouw Rogers achter zijn adres. En dat verklaart ook waarom jij daarvoor dat speciale weekend was uitgenodigd, Mary. Er moest iemand zijn om dat lichaam te vinden. Maar denk je... Denk je dat Rhoda er vanaf wist? Ja, zonder twijfel. We hebben vastgesteld dat al hun bezittingen, bankrekening, huis enzovoort, zowel op zijn als op haar naam staat. Geen problemen met het geld dus. En Farley wist dat zijn geliefde Hudson binnen een paar dagen weer naast zijn huis zou staan. Het zou inderdaad veel verklaren. Het gedrag van Rhoda bijvoorbeeld. Ze wist dat hij nog leefde. Het verhaal van mevrouw Farley gaf me meteen al een vreemd gevoel. Ze mag dan een goede actrice zijn. Mij kon ze niet overtuigen. Volgens mij moet Farley binnenkort contact met haar opnemen. Ja. Ja, hij zal proberen het land uit te komen. Waarschijnlijk wil hij naar een van de staten Zuid-Amerika, waarmee wij geen uitleveringsverdrag hebben. Ja. Om te beginnen heeft hij een vals paspoort nodig. Ja. Helaas is er een levendige handel in valse papieren. Nou, en of. Maar daar zou ik je wel bij kunnen helpen. Ik ken een redelijk betrouwbaar typgevertje. Zal morgenochtend meteen proberen die vent te pakken te krijgen. Geef me 24 uur. Waar kan ik je bereiken? Bij mijn zuster in Putney. Uh-huh. Haar telefoonnummer is 321. Wacht even, ik schrijf het even op. 321. 34. 5. Heb ik. Nou, ik vind dat wij nog een whisky verdiend hebben, Mary. We zijn een flink end opgeschoten. Hoe laat is het? 11 uur. Wie staat er nou? 11 uur 's morgens al bij iemand voor de deur. Mijn god, en hij weet waar we van ophouden. Nou, laat ik maar eens gaan kijken. Waar is mijn ochtendjas? Oh, daar. Mijn god, moet ik nog bukken ook? Ja, kalm aan, ik kom al. Brad, idioot! Wat doe jij in godsnaam hier? Wat, idioot? Kom hier. Jij weet verdomd goed wat ik hier kon doen. Vuile kleine opwister. Ik had jou gezegd al het geld over te maken op naam van Brian Foster. Alles! En niet een smerige fooi van 30.000 pond. Maar Brad, ik dacht jij... Jij dacht dat jij een flinke hap voor jezelf kon houden, hè? Nee. Het is niet de eerste keer dat kopje van jou fout denkt. Goed, Brad, goed. Laten we geen ruzie maken. Maar ik dacht toch wel dat ik recht had op een deel van dat geld. Ik heb er toch ook aan meegewerkt, of niet soms? Laat me niet lachen. Ook aan meegewerkt. Ik heb er iemand voor koud gemaakt. Mijn nek ervoor geriskeerd. En dan heb jij de euvele moed om mij te vertellen dat je ook hebt meegewerkt. Dat houdt toch niet voor mogelijk? Oké, maak maar niet zo'n drukte, hè. Wat mij betreft kun je de hele poet houden. Ik heb dat geld niet nodig. Ik ga wel naar de bank. Vandaag nog, als je dat graag wilt, hè. Heel goed. Hoe raad je het zo? Jij gaat inderdaad naar de bank. En wel meteen. Brad, luister nou. Je gelooft toch niet echt dat ik je blazen wou, hè? Dat is nou precies wat ik wel geloof. Brad, hou nou toch op. Ik heb je toch al gezegd dat ik de... Nou ja, dat je de hele poet kunt krijgen. Maar in godsnaam, kom niet meer hier. Dat is veel te gevaarlijk. Het onderzoek is alleen maar verdaagd. De politie snuffelt nog steeds rond. Ja, daarom moeten we zo gauw mogelijk wegwezen. Wegwezen? Brad, waar heb je het over? Over het laatste deel van ons zorgvuldig beraamde plan. Zo gauw mogelijk naar Zuid-Amerika. Ja. Paspoort, vliegtuigboeken, de hele stand te kraam. Ja, maar wat... Ja, zit je me nou raar aan te kijken? We hebben dit allemaal besproken. Jij was er net zo opgebrand als ik. Jij wilde dat geld net zo graag hebben als ik. Dat weet ik wel, maar waarom zo'n haast? We kunnen toch gewoon... We kunnen niets. Je zei zelf dat de politie nog aan het rondsnuffelen is. Ik zal me pas veilig voelen als ik hier weg ben. Ver weg. En vergeet niet, als de politie de zaak doorheeft, dan zit jij ook tot over je lieve oortjes in de puree. Ja, maar... Misschien herinner jij je nog dat jij het lichaam geïdentificeerd hebt. Afgrijzelijk. Moest je zijn gezicht nou... Oh, mevrouw wordt opeens overgevoelig. En moest nog... Nee. Luister nou, Brad. Even over Zuid-Amerika. Waarom ga jij niet vast vooruit, hè? Zoek een huis voor ons. Maak alles vast in orde. En dan kom ik na. Ben jij gek geworden? Nee, luister nou. Kijk, de zaak is deze. Ik heb hier een pracht van een rol gekregen in een nieuwe televisieserie. Ja, zo'n kans krijg je toch nooit meer. Dat krijg je maar één keer in je leven.
Het gaat niet zo lang duren. Een paar maanden en dan kom ik naar je toe. Ik zal jou één ding zeggen. Mocht het in dat mooie kopje van jou opkomen die kans te willen grijpen, dan lig jij voor je het weten in je kist. Brad. Dat is trouwens ook iets wat je maar één keer in je leven overkomt. Dat is ook een mooie rol voor je. Een hoofdrol, nog wel. Ik zie de krantenkop al voor me. Tragedie in West End. Beeldschone actrice, afschuwelijk vermoord. Jammer voor je. Wel een rol zonder tekst. Mij maak je niet bang met je dreigement, hoor. Oh, nee? Misschien ben je hier wel bang voor. Jij vuile slet. Hier! En hier! Vuile smeren. Jij hebt de verkeerde man uitgezocht, Rhoda Campbell. Mij kan je niet om je lieve vingertjes winden. Nou, heb je me begrepen? Gezicht, bondenbladen, soft, maak niet zo drukte. Je bent niet van porselein. Nou, pak je spullen bij elkaar. Gooi een paar koffers vol. Dan gaan we samen naar de bank. Ik verlies jou geen seconde meer uit het oog. Nu vanmorgen nog? Nu, vanmorgen. Kijk nou eens naar mijn gezicht. Ik kan me toch zo nergens vertonen. Als jij een paar minuten voor de spiegel gaat zitten, dan heb je dat zo gerepareerd. Nou, vooruit, schiet op. Ik heb niet de hele dag de tijd. Zie je dit? Paspoort? Ons paspoort. De heer en mevrouw Brian Foster. Zelfde initialen. En dit. Hier. Twee tickets. Vliegtickets. Precies. We vertrekken morgen. Heathrow. 4:15. Dus opschieten. Aankleden. En pakken. Met Tom Flint. Ha, Tom. Ik heb hier iets voor je. Wijle de heer Brad Farley is nu de nog springlevende heer Brian Foster. En hij heeft een paspoort om dat te bewijzen. Dat is schitterend, Tom. Ja, wacht, ik ben nog niet klaar. Deze meneer Brian Foster heeft net een rekening geopend bij de Midland Bank. En zijn saldo bedraagt 30.000 pond. Zo, die typgever van jou is zijn gewicht in goud waard. Laat hem dat in godsnaam niet horen. Luister, Tom. De zaak begint te rollen. En ik geloof dat we er haast achter moeten gaan zetten. Hoe eerder we de reactie van Rhoda Farley op deze feiten weten, hoe beter. Hij kan ieder ogenblik het land proberen te verlaten. Ja, volkomen met je eens. En ik durf er iets onder te verwedden dat hij niet zonder haar vertrekt. Zeg, kun jij vanmorgen nog naar de flat van Rhoda Farley komen? Ik heb het gevoel dat de ontknoping niet lang meer op zich zal laten wachten. Ja, ik ben daar over een half uurtje. Tot straks. Prima. Ik spijt me dat ik zo laat ben, Flint. Het verkeer was niet om door te komen. Hoe staan de zaken hier? Ongeveer een half uur geleden is een man het appartement van mevrouw Farley binnengegaan. Morgan belde dat door vlak voor ik hierheen zou gaan. Uh-huh. Ik heb nog geprobeerd jou te bellen, maar je was al weg. En? Hij is er nog steeds. Grote vent. Morgan kon zijn gezicht goed zien en volgens hem was de man in een zeer slecht humeur. Morgan zei zelfs razend. Oh ja? Nou, ik vraag me af waarom die man zo woedend was. Er is maar één manier om daarachter te komen. Gaan kijken. Mijn idee. De flat is hier meteen om de hoek. Oké, kom maar. Volgens mijn mensen moeten ze allebei nog binnen zijn. Ah, hier is het. Even kijken, welke verdieping? Rhoda Campbell. Flat 5, vierde verdieping. Nou, ga jij nou met de lift, dan neem ik het trappenhuis voor het geval dat. Hè? Prima. We zijn bijna gelijk. Kwestie van conditie, Flint. Hier. Flat nummer 5. Rhoda Campbell. Hoor jij iets? Stel eens. Deze flats zijn praktisch geluiddicht. Nou, bel maar. Ik durf er iets onder te verwedden dat ze stiekem door het deuroog staan te loeren. Mooi rond gaatje hier. Nou, bel nog maar een keer. De flat heeft maar één uitgang. Dus als Farley binnen is, dan zit hij als een rat in de val. Nee, maar Tom, dat is een verrassing. En u ook, inspecteur. Ja, neemt u me niet kwalijk, ik ben uw naam vergeten. Mijn naam is Flint, mevrouw. Ja, natuurlijk. Komt u binnen. Ja. Ik zal u even voorgaan. Wilt u misschien iets drinken? Het is voor mij nog een beetje te vroeg, hoor. Nou, voor mij is het nooit te vroeg. Gaat u op reis, mevrouw Farley? Op reis? Hoe komt u daar nou bij? Al die koffers hier.
Het ziet er naar uit dat we u bij het pakken hebben gestoord. Oh, dat? Nee. Nee, ik ga niet op reis. Ik verhuis naar een andere flat. Eentje die een beetje meer in het centrum ligt. Wat is er met je gezicht gebeurd, Rora? Nou, heb je een ongeluk gehad? Een ongeluk? Ja, je hebt een behoorlijk opgezwollen wak. Blauw oog. Oh, nee, dat... Nee. Nee hoor, gewoon iets ontzettend stoms. Ik ben gisteravond tegen een deur aangelopen. Mm-hmm. Had kennelijk net eentje te veel op. Rookt u sigaren, mevrouw Fahle? Sigaren? Nee, natuurlijk rook ik geen sigaren. Oh, ik begrijp het. Nee. Nee, ik had vanmorgen bezoek. Een van mijn collega's. Hij had gevraagd of ik hem wilde helpen bij het instuderen van zijn rol. Hij moet vanavond invallen, griep. Griep? De man die hij vanavond op het toneel moet vervangen, heeft griep. Begrijpt u? Ik wil niet ongastvrij lijken, maar... Ik heb een afspraak met mijn kapper, dus als jullie het niet erg vinden, dan... Kent u een Brian Foster, mevrouw? Je hebt je whisky laten vallen, Rhoda. Ja, stom van me, zeg. Ja, het is vannacht een beetje laat geworden, een beetje wiebelig, hè? Je weet hoe dat gaat. Ik vroeg u iets, mevrouw Fahle. Kent u een man die Brian Foster heet? Brian Foster. Nee, ik ken zo ontzettend veel mensen, maar Brian Foster, nee. Ik geloof niet dat ik die ken, hoor. Weet u dat zeker? Wacht, ik schenk nog even een whisky in al die vragen, hè? Het werkt op mijn zenuwen. Waarom bent u hier eigenlijk? Gaat u bij die deur vandaan? Inspecteur! Net wat ik dacht, aan de binnenkant op slot gedaan. Heeft u een bevel tot huiszoeking, inspecteur? Zeker, mevrouw. Wilt u zo vriendelijk zijn deze deur voor ons te openen? Tom, laat jij dit toe. Laat jij toe dat ik zo word behandeld. Ik heb hier niet de leiding, Rhoda, maar als ik je een raad mag geven, maak dan onmiddellijk die deur open. Nou, als ik het zo zie, dan denk ik wel dat ik het zonder sleutel aan kan. Nee, inspecteur. Nee, doe die deur niet open, alstublieft. Handigheidje dat ik vroeger heel lang geleden eens van een aardig inbrekertje geleerd heb. Hoe durft u, inspecteur? Tom, doe toch iets. Kalm aan, Rhoda. Dit heeft geen enkele zin. Voilà. Verdomme. De vogel is gevlogen. Maar niet ver. Hij is hier, buiten het raam, staat op de richel. Oh god, het is de vierde flat. Kijk uit, Tom. Heeft een revolver. U hebt geluisterd naar Mijn Vriend, Mijn Moordenaar. Een hoorspel geschreven door Ray Shirley en vertaald door Loes Moraal. Trudy Libozan speelde Mary. Hans Karsenbar, Tom Taylor. Sandra Rogers werd gespeeld door Paula Major. Haar moeder door Lies de Wind. David Rogers was Wim de Meijer. Rhoda Campbell, Bea Mulman. Brad Farley, Pollo Hamburger. Francis Bridgman, Kobi Stunnenberg. Frank Bridgman, Paul van der Lek. Inspecteur Joseph Flint, Arthur Boni. Agent Richard Morgan, Guus van der Made. En dokter Ian Bancroft, Lou Steenbergen. Technische realisatie, Rob Gerritsen en Antoinette Dreugen. De regie had, Hero Muller.